Welkom V-team in Scheveningen. Hebben we er zin in vandaag? Ja! Het waait wel een beetje. Wat heel veel mensen niet weten, is dat in die duinen allemaal van dit soort bunkers verstopt zitten. En niet alleen heb je dus die bunkers hier, je ziet ze ook daarachter en langs de hele Nederlandse kust, maar tot aan Denemarken en Noorwegen. En die hele rij met bunkers was eigenlijk één grote verdedigingslinie. En dat noemen ze de Atlantic Wall. En onder de grond bestaat het ook nog steeds. Hierachter ligt ook een gevangenis. En die gevangenis heet het Oranje Hotel. Dat jou tijdens de oorlog ook kunnen overkomen. Dat je wordt opgepakt omdat je verzet hebt gepleegd. Stiekem naar een radio hebt geluisterd. Of een illegaal krantje hebt rondgebracht. Wat nou als ik in die tijd had geleefd, had ik hier dan ook moeten zitten? Het is zo bizar dat ik er eigenlijk ook niks meer bij kan voorstellen. Een cel is voor één persoon maar klein. Maar soms zitten ze hier wel met z'n vijven. Het stikt hier van de ongedierte. Het eten is beroerd en mag maar heel af en toe lucht. Ik had een beetje echt niet overleefd. Wat een beetje vreemd. Het is zo bizar. Je ziet allemaal aantekeningen op de muur. En dat, als je dat ziet, is dat ook wel apart. Dat je dat ziet opeens in een gevangenis. Ja, cellen. Ik ben nog nooit in een echte gevangenis geweest. Maar dit zijn cellen. Dus. Het is echt heel anders dan ik gedacht had. Je ziet echt opgesloten. Waarom heet het Oranje Hotel? Dat is een bijnaam, dat hebben mensen zelf bedacht, degene die hebben gezeten. En zij dachten, wij zijn helemaal geen gevangenen. Dit is geen gevangenis, dit is een hotel. Wij horen hier eigenlijk helemaal niet. Jullie krijgen straks allemaal een tablet. Daar staat een verhaal van een voormalige gevangene die hier heeft gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Via de tablet kom je dat verhaal tot ontdekking. Ja, eigenlijk wel heel gek, want ik wist nog niet dat dit er eigenlijk helemaal was. Ik wist het eigenlijk ook niet, dat er ook zo'n gevangenis was. Voor mensen die eigenlijk alleen maar probeerden te helpen. Deze plek nodigt uit om na te denken over vrijheid. En dat is relevant. Dat is nog steeds nu heel erg belangrijk en heel erg waardevol. Door op deze plek te zijn, kunnen ze dat even beseffen. Oh, ik ben vrij. Maar hier in deze plek was ik in de oorlog niet vrij. Het is heel erg bijzonder, want je kan eigenlijk niet beseffen dat vroeger hier zo mensen zaten opgesloten voor geen reden eigenlijk. Ik denk dat ook dat we gewoon moeten beseffen dat ook voor normale mensen oorlog echt een oorlog was en ook kans was om opgepakt te worden. De Tweede Wereldoorlog is natuurlijk heel lang geleden en zeker voor de generaties die nog komen gaat dat steeds verder van hen afstaan. Door op een plek te zijn waar het echt nog gebeurd is, waar de muren nog staan, door juist jongeren hier te laten komen. Daardoor bieden we hen ook een mogelijkheid om erover na te denken en het niet te vergeten. Ja, ik vind het heel belangrijk dat we iets over leren. In geschiedenisles op school denk ik zo van, ja, wat leer ik hier nou over in een boek lezen? En hier kan ik ook echt dingen zien, cellen, ik kan alles zien wat echt is gebeurd vroeger. Zijn jullie allemaal blij? Ja! Oké, super. Nou, heel erg bedankt voor jullie bezoek. Hebben jullie tips? Ik kan ook de bezoekers bijvoorbeeld opsluiten in een cel. En dan kijken hoe je eruit moet komen of wat je moet doen.